De NDP en BEP-fractie die hebben vandaag donderdag gemeend om quorum te verlenen, zodat de DNA-vergadering voortgaan kan hebben. Er zijn er heel veel brandende vragen, welke er zijn bij de oppositie. Met name de tranche van IMF die wederom niet gestort zal worden. En ook nog de voorthollende koers die ervoor zorgt dat we weer een enorme prijzenspiraal krijgen in de winkels. We spraken hierover met NDP-fractieleider Rabin Permisser. Raj Mahangu legde het volgende interview vast. Er zijn een aantal zaken die dringend besproken moeten worden. Dat is niet zo, laten we dat goed vaststellen, dat u van deze fractie, van de NDP en nu ook BEP, de traditionele houding van we blijven buiten, we geven geen quorum. Nee, dat doen we niet. Ja? De vorige keer zaten we te wachten. Ik maak over het algemeen afspraak. Want het zijn niet alleen maar parlementariërs waarop je moet wachten. Want hoe vaak heb ik hier niet gesproken aan het begin van de vergadering? Van er zijn niet genoeg ministers aanwezig. Je moet 5 hebben, sommigen zeggen nu 4. Maar ik weet van vorige zittingsperiode moeten er tenminste 5 ministers hier zijn. Nou, dus je moet ook de ministers hebben hier. En hoe vaak heb ik zelfs ook geen aan het begin van de vergadering interrupties gepleegd. Ministers waren er niet. En dan is die vergadering geschorst. En dan moesten we weer heel lang wachten. Gaat u maar na soms hoe lang voordat de ministers de regering komen. Dus de medewerking van de regering is er ook niet altijd. Dat is 1. Tweede, vorige keer hebben we gewacht. Ik dacht, nou, laten we kijken of de ministers daar al zijn, et cetera. En dan had ik verwacht dat een sein van de voorzitter te krijgen. Het hoeft niet, maar om praktische redenen toch? We zijn zo ver, daar komen we. Ondertussen zijn we met een fractieverband bespreking aan het voeren. Dus het verbaasde ons, laten we het zo stellen. We kunnen lang en breed praten, maar het heeft ons verbaasd dat die vergadering vorige keer afgeslagen werd. Willen we zeker ook meewerken aan quorum. En we doen dat omdat we een aantal vraagstukken hebben. Vraagstukken zoals? Ja. Zoals dat van de kiesregeling. Daar hebben we vragen over, maar vanmorgen hebben we wat afspraken daarover gemaakt. Ten tweede willen we over IMF. Voorlopig gaat het niet door. Wat is voorlopig? Ja, toch? Wat zijn de hobbels precies tot nu toe? Is van geen enkele ontmoeting met de IMF-delegatie, dus wat men daar is geweest in IMF-headquarter, ons inhoudelijk verslag gedaan. Laten we dat goed vaststellen. We hebben een goed verslag. Waar zijn precies de hebelpunten? Wat moet gedaan worden? En hoe komt het dat de regering met haar eigen programma, herstelplan, noem maar op, dat ze die deadlines niet hebben gehaald. Hebben ze niet hard gewerkt, waren ze druk bezig met alleen maar in het buitenland naar races te gaan. Waren ze bezig alleen maar naar video's te kijken van mensen die hun mening geven om ze op te sluiten. En noem maar op. Laten ze in landsbelang dat soort zaken wat ze beloofd hebben. En het kader wat er in Suriname is. Want dat kunnen we wel. Of willen we alleen met friends en families op bepaalde posten. Die zoals nu weer blijkt dat ze niet ter zake deskundig zijn. Ja? Maar wel hele hoge salarissen toucheren. Terwijl er hele ter zake deskundigen zijn, die worden maar niet betrokken. Laten we dat goed vaststellen. Ja? Dus dat soort zaken we willen weten. En nu, u weet toch, voor IMF het besluit was genomen, was alles gericht wat IMF komt wel rond. Ik heb hier nog de vraag gesteld van, wat about als het niet rondkomt? Wat gaat u doen? Wat is uw plan B? En dan heeft men allerlei grappen hier gemaakt van, nee, we hebben geen plan B, maar we hebben plan D. Dat is een disaster. Nou, we zitten in die disasters, om hun eigen woorden te gebruiken. En op een ander medium heb ik gezegd, het huis staat in brand. Kijk wat er op het gebied van koersontwikkeling gebeurt. Boe nog baan van de regering. Ja, het volk. Er moet duidelijkheid zijn. Waarom praat ik over de koersontwikkeling? Als gevolg van de koersontwikkeling, dat treft iedereen. Alle huishoudens, alle consumptiegoederen,
alle bedrijven, alle werknemers van dit land. En dan blijf je muisstil. Dat kan niet. Daarom willen we een openbaar debat daarover hebben. Ja? Daarom hebben we dat ook. We hebben ook vanmorgen een vergadering aangevraagd. De regering zou moeten aanvoelen dat we dit moeten doen. Omdat ze zelf een aantal beloftes had gedaan. Weet je nog, de president is uitgekomen. Wacht even, want IMF komt en dan komen er veel verlichtende maatregelen, et cetera. Dat komt niet. En waar blijft u, heer president? Via u. Ja, dat? Laat de duidelijkheid zijn, laat het duidelijk komen. Wat gaat u nu precies doen? De koers van de euro is al bijna niet 40. Het is al 39 als je per bank gaat overmaken. Zo erg is dat. Kijkt u maar banken wat ze vandaag gepubliceerd hebben. Wat gaat er dan met de prijzen gebeuren? De dieselprijs van diesel is al marktconform, begrijp ik. Nou, wat gaat er gebeuren met de transport? En noem maar op, de transportkosten, ja, diesel, wat heel belangrijk is. Wat gaat er gebeuren met productiebedrijven? Straks in de agrarische sector, een gros van de machinerie draait op diesel. Noemt u maar op verder. En er moet duidelijkheid komen. Tegen die achtergrond hebben we gedacht, oké, laten we komen verlenen. We zouden vandaag praten over de wet accijnsen op non-alcoholische dranken. Het woord accijnsen belastingen. Dan willen we een aantal vragen over de belastingen stellen. Namelijk BTW. Wat is de stand van zaken van BTW? Wat betreft BTW? Ja, we hadden toch beloofd dat we na 3 maanden een verslag zouden krijgen. Dat hebben we niet gehad. Het parlement zelf is ook debat daaraan. Want we zouden een commissie in het leven roepen. Die commissie is er, maar die commissie heeft nooit vergaderd. Ja, dus dat soort en meer zaken, dat begrijpt u. Het is dringend. En we willen niet wegblijven. Dat heeft deze fractie onder mijn leiding niet gedaan. En als we er niet zijn, dan geven we duidelijk aan waarom. En nu zijn we er. Dus de voorgesprekken welke thans worden gevoerd om te komen tot de nationale dialoog, die biedt toch weinig, zien we, omwenteling. Luister nou, laten we serieus over deze zaken praten. Ik hoorde net de minister van Buitenlandse Zaken praten over dat ze met meer dan 100 groeperingen hadden gesproken tijdens de formatie van deze regering. Oké, dat is 2,5 jaar terug. Maar tussendoor zijn er zoveel gesprekken geweest, toch? En wat een regering heeft altijd een antenne wat er gebeurt in die samenleving, toch? Op dit moment, welke gesprekken u wilt voeren, wat dan ook, u moet duidelijkheid bieden ten aanzien van de zaken die ik onder meer heb aangehaald. Wat gaat u doen met die consumptiegroenten? Wat gaat u doen met de input? Waarom gaat u geen geld halen waar geld te halen valt? Namelijk onder meer in de goudsector. En ik kan zo doorgaan. Dat doet u niet. U gaat alleen geld halen op de schouders van de arme man, vrouw. Ja, toch? U gaat alleen oneerlijke tarieven verhogen van stroom. Terwijl, niet ik alleen, ik praat al zeker 2 jaar erover hoe oneerlijk de tarieven zijn, via uw medium ook. Maar nu hoort hij heel ter zake deskundigen ook genuanceerd, cijfermatig, verifieerbaar aangeven hoeveel er oneigenlijk gevraagd wordt. Waarom doet je dat, regering? De mensen hebben het moeilijk. Wij willen eerlijke tarieven hebben. Dat doet u niet. En ga zomaar door. Al die gelden. Al die lastenverzwarende maatregelen, geeft u aan hoeveel per lastenverzwarende maatregelen u hebt ontvangen. De prijs van goud was nooit zo hoog als nu. Het zijn extra bokko, extra geld wat komt in dollars. Wat doet u daarmee? Ja? Wat u zelf hebt aangegeven, wat niet gebeurde, is dat gelden van onder meer staatsolie, ja, dat gingen allemaal naar de centrale bank. Wat hebt u gedaan? U zet stortingen van staatsolie nu bij particuliere banken, bij fondsen. Welke fondsen doet u dat? Waarom houdt u dat schuil? Terwijl het bij centrale banken is, is het duidelijk. Dat soort overzichten willen we krijgen. Dat is op zijn minst, roept het veel vraagtekens op. Laat me geen andere dingen zeggen. Begrijpt u? Sanallo, u bent verantwoording verschuldigd aan de bevolking. Via het parlement. Maar u doet dat niet. Transparantie, zoek en nogmaals zoek.
Dat hoort niet in de democratische rechtsstaat. U hebt uw mond vol van een democratische rechtsstaat. Ik vraag me af voor wie te waarover we praten als we praten over een democratische rechtsstaat. Ja, dat? Doet u dat? De transparantie. Ja? Leg dat. Hoeveel stukken vragen wij? En dat krijgen we niet. Vandaag pas hebben wij na veel vragen, etelijke vragen, maar één stuk gaan van Lazar, de overeenkomst. Als u ziet hoeveel ze per maand overgemaakt krijgen, per jaar, afgerond naar boven, 1,5 miljoen Amerikaanse dollars. En plus krijgen ze een fee, een grote fee, wanneer ze een overeenkomst bereiken, wat gereduceerd wordt, een deel gaat naar hun. Hebben we geen kader in huis? Dat hebben we toch wel? Dus zo zou ik door kunnen gaan, dat begrijpt u waarom. Ik zeg, we willen een vergadering waarbij we geen proza van 2 uur horen, waarbij we geen debat hebben, waar we geen vragen mogen stellen, waar we antwoord willen hebben. We willen geen proza verhalen hebben. We willen eerlijk, diepgaand gesprek hebben, diepgaand debat hebben. Daar wachten we op.